6:00 in de morgen. Na een nacht vissen vaart de N86 de haven van Nieuwpoort binnen om er zijn vangst te lossen. Dagverse vis en garnaal worden vanuit het koelruim op de kade gehesen en in de vismijn ingevoerd om er te worden gesorteerd en gewogen. Even voordien had ook de N93 zijn vangst van één nacht in de vismijn ingevoerd. Dagverse, nog levende tongen, plaatijzen en kabeljauw. Het sorteren gebeurt handmatig, per soort en per gewichtsklasse. Voor delicate vissoorten, zoals onder andere tong, wordt een controleweegschaaltje gebruikt om de verschillende gewichtsklassen van elkaar te onderscheiden. De weegschaal print een etiket met de nodige informatie voor de kopers. Eenmaal gesorteerd worden de verschillende kisten gewogen en van een etiket voorzien. Met een handheld worden de gegevens van de gewogen vis via een draadloze verbinding in het verkoopsysteem van de visveiling ingevoerd. Dit gebeurt schip per schip. Vervolgens wordt iedere kist voorzien van een laagje ijs om de kwaliteit te bewaren. De indeling in versheidsklassen gebeurt door het personeel van de vismijn. Een inspecteur van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid doet nog een bijkomende controle. Voor kabeljauw bijvoorbeeld worden de kieuwen en de buikholte extra bekeken. Na de vis wordt de garnaal aangevoerd. In gevolge Europese reglementering moet de garnaal gezeefd worden vooraleer ze op de veiling verkocht mag worden. Eenmaal gewogen wordt de garnaal in de koelcellen van de vismijn ingevoerd. Ondertussen begint de veiling. De stedelijke vismijn van Nieuwpoort is aangesloten op het verkoopsysteem van de Vlaamse visveiling Oostende-Zeebrugge. Dit betekent onder andere dat de kopers constant op twee verschillende visveilingen kunnen aankopen. Doordat het verkoopsysteem aangesloten is op het internet, verkiezen de meeste kopers om vanuit hun bedrijf aan te kopen. Zo wordt heel wat tijd bespaard. De op afstand aangekochte vis wordt vanuit de verschillende visveilingen naar het bedrijf vervoerd, waar ze onmiddellijk gekuist en verwerkt wordt en vervolgens verkocht wordt aan de ongeduldig wachtende klanten. Dagelijks wordt verse Noordzeevis en schelpdieren geleverd aan de verschillende horecazaken aan de kust. De ambulante vishandel verwerkt de aangekochte visproducten onmiddellijk na de aankoop op de visveiling. Fileren, ontvellen, spoelen, afijzen en met de grootste zorg verpakken, zodat de kwaliteit optimaal blijft. De volgende dag, heel vroeg in de morgen, wordt deze dagverse Noordzeevis op de markt in het binnenland aangevoerd. De moderne koelinstallaties van de marktwagen garanderen een optimale bewaring.
zodat de dagvers aangekochte Noordzeevis Sanderendaags zonder kwaliteitsverlies op de markt aangeboden wordt. De plaatselijke vishandel levert zowel voor de horeca als voor de gewone consument. Bestellingen worden in een mum van tijd klaargemaakt, met de grootste zorg verpakt en à la minuut bij de klant afgeleverd. Leveringen op afroep, op elk moment van de dag, van maandag tot zondag. In de winkel is er een ruim aanbod van diverse soorten Noordzeevis en schelp- en schaaldieren. Gefileerd, met of zonder vel, gekookt of rauw, gerookt, in zijn geheel of versneden in moten. Keuze in overvloed. Het zeewater loopt je uit de mond. Promovis Niepoort is een lokale VZW die in samenwerking met het stadsbestuur van Niepoort, enkele plaatselijke vishandelaars en de stedelijke vismijn regelmatig acties onderneemt ter ondersteuning van de dagverse Noordzeevis en garnalen. Naast de jaarlijkse visserijfeesten met het Pinksterweekend wordt sedert enkele jaren de Dag van de Garnalen georganiseerd. Deze activiteit gebeurt in en rond de vismijn. Aan het talrijk opgekomen publiek wordt gratis porties verse garnaal ter degustatie aangeboden. Dit ter promotie van de kaviaar van de Noordzee. Promotie voor verse Noordzeevis gebeurt tijdens de talrijke visbakbeurten. Vers gebakken pladijs wordt gratis uitgedeeld ter gelegenheid van een of andere plechtigheid. Vis eten op restaurant is een culinaire gebeurtenis. De traditionele sole meunière, mooi bruin gebakken in verse boter en voorzien van een aangepaste garnituur, is een klassieker in vele restaurants. Maar het kan evengoed thuis. Een lekker tongetje, door papa gisteravond gevangen, deze morgen meegebracht naar huis en vanavond door mama gebakken. Met een beetje hulp van haar gaat het visvlees prima van de graad. En het smaakt superlekker. Visjes uit onze Noordzee. Koelman. Cool.